Hier is Annemiek. Het weer is druilerig, maar wat ik ga doen is alles behalve druilerig. Ik ben onderweg naar Radio 509. Sjanne en ik lopen nu naar het Kroondomein en daar wordt het programma van Peter Kroon, onze opperchief bij Radio 509, opgenomen. En ik ben vandaag zijn sidekick. Yay! Even kijken, waar zat de bel ook alweer? Even, oh, daar. Stond al achter de deur op je. Hallo! Hallo! Je dacht toch niet dat je aan mijn vlog kon ontkomen? Nee, dat dacht ik niet. Nou, we zijn hier bij Radio 509. Vandaag gaat het gebeuren, hoor. Ik ben de sidekick van Peter. Ja. In het Kroondomein vandaag. Ik denk dat het goed gaat komen. Ik mag natuurlijk niet met mijn tata aan die knopjes zitten, want ik zie niet waar ze voor zijn. Straks gaat de server weer op stil. En dan heeft Peter een rolberoerte. Dus ik kom hier niet aan, al zou ik het wel graag willen. En in de Radio 509 studio is zij er ook nog steeds bij. Hier is Annemiek. Ja, hier ben ik, hier ben ik. Je bent er nog steeds gezellig bij. En ik vlog as we speak. Oh, ja, je bent ondertussen wordt dit allemaal live en direct alle kanten op gevloggeerd. Ja, echt wel. Word je nu een beetje verlegen? Nou, ik vind het een beetje eng. Weet je, ik ga natuurlijk niet voor niks bij de radio, dat heeft een reden. En die reden die kun je dus nu op de vlog zien. Ja, maar weet je wat ik nou juist zo eng vind aan radio, aan live radio? Nou. Weet je, dat vloggen, dat kan ik nog een beetje. Weet je, mijn vriend die monteert dat dan, dus dan kan ik zeggen dat wel en dat niet. Maar met live radio, ja, dan floept het eruit, dan kan je het niet meer terugnemen. Nee, dat is echt als. En bij mij floept er aardig wat uit. Dat heb ik gemerkt, ja. Ik mocht niet op de tafel slaan en nou heb ik toch gedaan. Oké, dan sla ik jou nog even met de zweep. Ja, je neemt zo'n beest mee. Maar ik hoorde al wat onder tafel. Oh, dat doet ze anders nooit. Dat mag niet. Dat wordt Peter boos. Sjanne heeft een plopkap opgegeten. En ik heb de waterbak omgegooid. Omgetrapt. Mogen we nog wel een keertje komen hier, Peter? Of nou, denk je... ik weet het niet hoor. Als het zo doorgaat, dan... Ik luister altijd heel veel boeken. Okay, en tijdschriften. Heb je het hoorspel van Radio 509 al geprobeerd? Heb ik nog niet gehoord. Het is een spannend verhaal van Thomas Moore. Ja, helemaal geacteerd. En het staat op de app van Radio 509. Dan kun je even kijken. Moordverhaal nummer 1 heet het. Ik ga hem zeker heel snel luisteren. En... Nou moet ik natuurlijk zelf ook met leuke nieuwtjes aankomen. Om even over te kletsen in de uitzending natuurlijk. Dat doe ik wel te graag. Dus ik heb eventjes gekeken op nu.nl. Echt, het staat serieus op nu.nl. Winden van rokers ruiken anders. Nou, ik ben heel benieuwd. Die van mij stinken nogal aardig. Dus ik ben heel benieuwd wat die van rokers dan doen. Rook jij, Peter? Nee, ik rook niet. Oh, nou dan hoef je ook geen scheet te laten. Ja, wat is jouw... Ja, huishoudelijke taken. Nou ja, weet je, ik heb een hond, komt hij weer. Ja. En die vreet niet alleen microfoon... schuimrubber op. Ja. Maar die verhaart ook. Ik moet regelmatig een stofzuiger door mijn huis rossen. Nou, het gekke is, ik ben dus wel heel erg goed in stofzuigen. Ik kan niet veel in het huis. Ik zie gewoon dat je trots bent. Dat straal je gewoon uit. Nou, ja, serieus, daar ben ik ook trots op. Ja, dat ik goed kan stofzuigen. Ik bedoel, ik ben echt in staat om dat op een hele heftige en goede manier. Meestal doe ik dan dampende house en dance muziek zet ik op. Nou, volgende week als Peter Kroon niet op zijn plaats zit op zaterdagochtend, dan is hij bij mij aan het stofzuigen. Nou ja, en ik heb ook gewoon smetvrees, hè? Ja, ik heb wel echt smetvrees. Ja, dat weten mensen wel. Maar als er bijvoorbeeld een vreemde man bij mij in huis komt... Oh jee. En die vraagt, oh, mag ik naar het toilet? Dan denk ik in eerste instantie, eigenlijk wil ik nee zeggen. Maar ja, dat kan je niet maken natuurlijk. Nou. Dan zeg ik gewoon, je mag wel naar de wc, maar je gaat wel zitten, hè? Echt waar? Ja. Is het zo erg? Ja, ik heb ook een hele lage wc, dus dan ben ik bang dat het helemaal meters tegen de muur opspettert en zo. Een heerlijk onderwerp. Ja. Spetteren op de wc. Ja. En we zijn er weer, hè? Annemiek is er weer. Het niveau daalt meteen. Ja, hele intelligente onderwerpen bespreken wij zo. Het is wel net echt, hè, zo. Ik zo in de studio. Het is hard werken hier bij Radio 509, hoor. Keihard. Wil je zelf ook spelen met de megafoon? Ik wil zelf heel graag spelen met de megafoon. Ja. Jongens, abonneer je allemaal op mijn kanaal. En blijf kijken naar Hier is Annemiek. Tot de volgende keer. Doei!